Goedemorgen, we zijn hier bij het Kerstcircus samen met Hans van Dijk van Flevo Makelaars. En we zijn natuurlijk benieuwd wat Hans inspireert om de kerstshow hier te ondersteunen met Flevo Makelaars. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, het is natuurlijk uniek dat voor de eerste keer een kerstcircus naar Almere komt. En Flevo Makelaars is ook een uniek bedrijf. Dus alleen al die combinatie is het dat wij erg trots zijn dat wij ook hoofdsponsor mogen zijn van het kerstcircus hier in Almere. En buiten dat het natuurlijk heel erg leuk is om straks relaties te ontvangen, staat Flevo Makelaars er ook onbekend dat we heel graag iets terug doen naar de stad. En dat gaan we ook doen. Op 29 december hebben we een exclusieve gala voorstelling waar we niet alleen relaties van Flevo Makelaars en Arcurus bedrijfsmakelaars uitnodigen, maar waar we ook kaarten gaan weggeven aan mensen, gezinnen die het normaal niet zouden kunnen betalen om naar dit kerstcircus toe te komen. En die zijn onze gast op die avond, op woensdagavond 29 december, een exclusieve gala voorstelling die we dan zullen geven. Gaan we koers zetten richting Rio de Janeiro. Ik zou ook goed kijken. Kijkt u zometeen links en rechts goed om u heen. U kunt van allerlei prachtige dieren zien. We gaan zo rijden. Ja. Mag ik je misschien vragen waar de liefde is ontstaan tussen Flevo Makelaars, Hans Verdijk en u als persoon? Nou, die geschiedenis die ligt eigenlijk 20 jaar terug. 20 jaar geleden leerden Hans en ik elkaar kennen in Hoofddorp. Waar Hans toen zeg maar voor de Oranje Vereniging actief was. En wij organiseerden in Hoofddorp de kermis. Vanuit daaruit zijn we eigenlijk altijd met elkaar in contact gebleven. En toen kozen wij ervoor om naar Almere met een kerstcircus te gaan. Hans had hier een groot makelaarskantoor. En toen zijn we met elkaar in contact gekomen en gezegd, heel mooi luisteren, wat kunnen we voor elkaar betekenen? Nou, we zijn heel erg blij dat Hans zeg maar, heeft aangeboden zeg maar, om zich als hoofdsponsor van het kerstcircus hier in Almere zeg maar, garant te stellen. Mijn naam is Jacinta Den Braven en ik ben straks de spreekstalmeester in kerstcircus Almere. En wat doe je normaal dit ook, dit soort werk? Of doe je hiernaast nog ander werk? Dit is voor mij een eerste keer als spreekstalmeester. Ik doe wel wat werk in het entertainment. Dus ik dans, ik zing en acteer ook. Daarnaast ben ik eigenaar van een eigen paardenbedrijf in Drenthe. Waar ik lessen en coaching geef, maar ook training en shows mee optreden. Waarom staan we hier nu al? Ja, we willen natuurlijk heel duidelijk laten zien dat straks Kerstcircus Almere hier aanwezig is. Dat iedereen van de show af weet en dat ze allemaal op tijd mooi een ticket kunnen kopen. Zodat ze verzekerd zijn van hun plekje en kunnen bekijken wat voor artiesten we hier zullen hebben staan en wat voor show het gaat worden.